Ik ben hier ter hoogte van Lac d'Orient. En er is blijkbaar enorm veel trek van kraanvogels nu richting zuid. Die komen vanuit Lac de Der. En hier zijn ze hoogte aan het winnen. We hebben vanmorgen al ook al heel wat groepen zien doorgaan. Maar die waren nog niet zoveel op thermiek, omdat er nog niet zoveel zon was. Het is nu 12:30 uur. Dus er is al wat zon geweest, warmte. En ze zijn enorm op thermiek naar boven aan het gaan en dan richting zuidwest. Richting Zuid-Frankrijk, Spanje, Galocanta, Extremadura. En we zijn vandaag 29 oktober. Kijk, ik ga nu naar een andere groep. Hier zit er ook nog een groep te zeilen. Prachtig, prachtig, prachtig. Uniek. Maar er zijn ook al wel heel wat groepen zien doorgaan vandaag. Gisteren was het slecht weer, zeer winderig. Zeer veel regen, eergisteren ook. En blijkbaar kiezen ze nu het mooie weer om verder door te trekken. Ik ga een keer draaien hier. Dus ik zit hier aan Lac d'Orient in het parc regional de La Forêt d'Orient. En ook hier komen er toch wel een, vooral rond Lac du Temple, een heel pak kraanvogels. Maar de meeste zitten in Lac de Der. Ze hadden er zondag nog 40.000. Maar we zien vandaag enorm veel vogels doortrekken. Ik vind er nog een bandje. Ik ga nog eventjes. Ook een prachtig landschap hier. In dat park regionaal. Ik heb in de rij nog een groepje. En hoe kijkt. In een V-vorm, de dingen zitten al heel hoog. Je moet er eigenlijk al op letten. Hè. Prachtig, prachtig, prachtig. Ongelooflijk. Kraanvogeltrek. Voilà, we gaan hier eindigen. We zijn dus 29 oktober 2013, 12:30 uur.